Wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog. En vandaag zijn wij in, of bij, de steengroeven in Kaam. Dat ligt ook weer op ongeveer een half uurtje rijden van Etten-Leur vandaan. Net tegen de Belgische grens bij Barle-Nassau. En daar kan je dus blijkbaar ook voor relatief weinig geld lekker spelen. En dat wil Nova wel, hè? Ja! Hey, en Nova, je hebt iets nieuws in je handjes. Ja, wat heb jij? We hebben vandaag aquaminis. En ik had een spaarkast. En ik hoefde er nog maar twee. En dan mijn vrouw had nog precies nog maar twee. En nu heb ik deze. Oh, en hoe heet die? Koen. Koen de kwal, hè? En dan gaan we weer doorsparen volgende, hè? Want ze hebben er hoeveel? 10. 10 verschillende, hè? Nou, wij gaan lekker spelen. En het is vandaag 7 graden. Dus we gaan even kijken of het een beetje lekker is. En dan nemen we jullie weer bij mee. Oh, je kan ook fietsen, jongens. Of een truustrapfiets. Truustrapfiets. Ja. Lekker warm. Gaan de sneeuwpoppen smelten. Oh ja, de sneeuwpoppen gaan smelten. Oh nee. Oh nee. Buiten de speeltuin heb je hier dus ook een midgetgolfbaan. Wow. Hoe ga je eruit? Ja, niet. Nou, film ik. Ja, ontsnap. Hé, hey, hamstertje. Ben je nou in het hamsterrad? Wow, die gaat soepel. Wee! Oh ja, gelijk wat voor de mensen, de openingstijden. Kijk, hier is er nog steeds kerst. Wauw! Ik hou helemaal van die glijbaan. Oké. Nova, je hoofd steekt eruit. Hoe kan dat nou? Je bent gewoon te groot. De voelboom. En wat heb je tot nu toe al gevoeld, Nova? Wat heb je al gevoeld? En wat zit erin? Nee, dan kan ik niet uithalen. Nee, hè? Oh, eikels. Of denne dingen, kijk. Ja, allemaal dingen uit de natuur voel je. Ik ben
Zo, dan gaan we nu even lekker wat lunchen bij het pannenkoekenhuis aan de voorzijde van dit park. Zijn moeder, zijn dochter, hè? Hier is het ook nog steeds kerst. Dit is toch echt een ideale uitvinding. Een gaatje prikker. Lukt het allemaal? Ja, het gaat goed. Ik ben, zie er al heel veel. Zo, onze buikjes zijn weer lekker volgegeten. We gaan nog eventjes binnenspelen weer. Want ik zag dat je daar ook kon sjoelen en dat ze daar een airhockeytafel hadden. Dus dat gaan we natuurlijk ook uitproberen. Kijk, de airhockeytafel en aan die kant de sjoeltafels. En dat is gratis, je moet alleen 5 euro borg betalen. Nou, we hebben het koffertje hoor. Dus we gaan even airhockeyen. Super gaaf, hè? Dat hij helemaal automatisch rijdt. Zo, dat was er even leuk. We gaan nu even naar België rijden, want we zitten namelijk op steenworp afstand van Barlen-Nassau. Want de tank van de auto is leeg en misschien dat we daar toch wel weer een beetje iets op kunnen besparen. Kijk, we laten het jullie straks zien wat de benzine hier kost. Autootje. En Nova die heeft inderdaad het auto, maar die heb je al laten zien, want je hebt al laten zien hoe die werkt. Ja. Gaaf, hè? En toen waren we weer thuis. Nou, ik kan jullie beloven, tanken in België is een heel stuk voordeliger als in Nederland. We hebben betaald 1,38 euro voor een liter brandstof. Ik heb daarmee gewoon bijna 19 euro bespaard op een volle tank benzine. We hebben een verschrikkelijk leuke dag gehad. Ik hoop dat wij jullie een goed beeld hebben kunnen geven van de steengroeven in Kaam. Een heel kleinschalig, maar leuk speel. Gebied voor kinderen. Je kan er wandelen, je kan er fietsen, je hebt die speeltuinen, je hebt het binnengebied, je hebt er een pannenkoekenhuis. Dus wat dat betreft, als je wilt, kan je daar een hele dag vertoeven. Oh ja, en die mini-golf natuurlijk ook nog. Ik ga deze vlog nu afsluiten. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet het dan nog zeker niet te doen. Dat kan je beneden doen door op die abonneerknop te klikken. Vergeet dat belletje ook niet aan te vinken, want op die manier mis je dus geen enkele video en krijg je dus een berichtje op het moment dat wij een video uploaden. Laat die blauwe duim achter en voor nu kan ik niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Yeah.